kan niet dicht, want dit is een XXL namelijk. Gin tonic ijs met 4,5% alcohol. En die waren overal uitverkocht. Wow, ik vind die zwarte heel mooi. Maar het is niet precies dezelfde. Rebecca en ik hadden het erover dat we echt zo hoopten dat we eigenlijk een soort van een goede match qua vriendschap hadden gevonden bij elkaar. Die feta erbij is chill. Nee, ik dacht Mimix Press de minst lekkere groene mee vandaag. Want ik heb twee lekkere oranje liggen, want die oranje zijn lekkerder. Ik vind het een geweldig product. Ik kan niet wachten om er echt mee te gaan spelen. Ik stort helemaal in. Ik moet zeggen dat ik het toch wel heel erg zwaar vind op mijn werk. Goedemorgen allemaal. Ik weet niet wat er met me aan de hand is, maar ik ben echt nog nooit zo chagrijnig geweest volgens mij. Ik zie het ook aan mijn hoofd. Ik ga ook niet vrolijker doen dan wat ik ben hoor, voor jullie. Ik leef zeg maar niet helemaal. Ik ben gewoon een soort zombie. Ik ga nu even naar Almere, Ruben gaat dus even mee. Maar ik weet echt niet wat er met mij aan de hand is. Maar goed. Deze is echt geweldig. Maar ik vind €40 een beetje overdreven. En ik heb voor Rebecca dezelfde pyjama gekocht als ik heb. Tijdens maar €5. Ik ben even spontaan de Only ingestapt. Ik vind dat ze altijd heel veel leuke kleren hebben daar. Heel erg hip. Ook deze shirtjes ga ik even passen. Het is €10. Maar ik vind hem een beetje saai. En ik had misschien ook een beetje kleiner moeten pakken. Ik vind het leuk roze en rood, maar ik vind het een beetje te saai. Hier zit geen kaartje aan, dat denk ik ook 10, maar ik vind het echt niet het mooiste van mezelf. Ik hou dus echt heel erg van rood en roze, wat ik eerst het verschrikkelijk vond. Maar zie je, het is echt mooi. Nee. Dit is ook 10. Ik vind het idee achter de shirt heel leuk. Deze is trouwens niet kleiner, want het is de laatste. Maar bij Rebecca zelf vind ik denk ik niet van, oh super boeiend of zo. Ik bedoel, ik vind het dan wel de leukste. Eigenlijk is deze ook te groot. Ja. Dit is 35 en ook dit vind ik niet mooi staan en niet mooi zitten. Nee, dit is ook 35 en dit is de reden dat ik ging passen. Ik moet zeggen dat ik het met dit licht gewoon niet zo mooi vind. En hoe je van zichzelf valt is echt niet mooi, kijk maar. Ik ben bang dat ik dit nu zeg maar heel leuk vind omdat het een beetje hip is, maar dat het eigenlijk niet zo mooi is. Ik wil ook echt nu om jullie advies vragen. Kijk, zo ziet het er echt niet uit. Het is wel een heel lekker dun stofje, dus je kan het heel makkelijk in je broek stoppen. Ik had het met dit licht gewoon niet goed als ze recht komt op de camera. Maar ja, echt mooi is het niet. Ik vind hem echt heel leuk, maar ik denk dat ik het niet moet doen. Ik denk dat jullie ook nee gaan zeggen. Het is ook 35 en is ook alleen in mijn broek leuk. Wij zien wel veel leuker en ik heb best wel wat blousjes met wit en blauw. En het liefst ook een blouse die ook uit mijn broek leuk zit. Deze zit eigenlijk op zich wel oké. Maar ik vind 35 dan toch net te veel voordat ik het niet geweldig vind. Ik heb veel kleuren, dus ik ben wel kritisch. Kijk, blousjes zijn eigenlijk altijd wel leuk, dus ik vind het niet geweldig, bijzonder. Ik heb echt al veel blauw met witte blousjes. Deze was heel leuk als lente hairstyles. En hij is eigenlijk, hij kan niet dicht, want dit is een L en ik heb XL nodig. Maar ik vind hem wel tof omdat het panter is, maar hij is echt niet ordy. Want ik heb zo'n fluffy panter jas en die draag ik dus niet. Maar dit zou ik heel snel dragen, dit is echt niet ordy. Maar eigenlijk wil ik hem dan bij mijn eigen maat. En ik vind €60 wel veel geld om even zomaar jas te kopen, terwijl ik wel weer veel jassen heb. Maar hij staat wel heel elegant. Vergeleken met al die mega fluffy jassen die ik heb. Maar ik wil echt groter, want dit zoals wat je er nu onder vindt, vind ik heel lelijk. Ik vind hem wel echt heel leuk. Ik vind ook die kleur blauw. Jullie zullen nu denk ik zeggen dat ik hem moet nemen, hè? Kijk, het staat een stuk eleganter dan de jas die ik nu draag. Het is nu koud, dus ik heb nu een winterjas aan, maar ik vind hem echt wel heel leuk. Oké, hallo, ik ben naar thuis. Ik kijk naar die beelden terug van de jas en ik denk echt, oh, ik wil hem zo graag. Maar ik had gevraagd, hij was er niet in XL. En ze ging ook niet me helpen van, oh, je kunt hem wel hier krijgen of op internet of zo. Toen dacht ik, laat maar. Toen zag ik net de beeld, dacht ik, ik wil hem. Ik ga je zo laten zien wat ik heb gekocht bij de Primark. Een kruisvat. En ik was even bij de Aldi geweest, want dat zit er echt naast de Action en de Primark. En ik had geen zin om helemaal naar de supermarkt te gaan verder. Ze hadden vaak vuilniszakken nodig, wc-papier, bananen en zo. En wat gezonde dingen. En toen zag ik dus deze. En ik weet niet, sommige van jullie zullen het misschien wel weten. Vorig jaar was het helemaal hip bij de Aldi verkochten ze namelijk gin tonic ijs met 4,5% alcohol. En die waren overal uitverkocht. En ik zag ze ineens hier liggen. Ik was ze helemaal weer vergeten. Ik dacht, laat ik eens kijken voor ijs voor Ruben. Want hij vindt het lekker als er ijs is. En ik zag ze. Dus ik heb de gin tonic en de Bellini Persic Prosecco versie gekocht. Echt zo goedkoop ook. €2 voor 4. En ik zag ook nog deze. Je had ook nog een oranje versie met wortel en zo. Maar ik heb smoothie ijs met peer, venkel, ananas, citroen en aloe vera. Mega lekker lijkt het me. Ik ga er zo in ieder geval even eentje voor jullie proeven op beeld. En verder
Ja, zie ik jullie zo dan. Ik ga laten zien wat hij heeft gekocht en ik wil het even filmen. Ik ga mijn ijsje eten. Kijk, dit is het ijs. Ziek, hè? Oh, leuk. Ja, ik ga het nieuws doen. Oh, dit is wat Ruben heeft gekocht. Hé, hey, deze is al open. Oh. En deze is gesneden. Lekker. Van H&M deze. Oh, van de Primark. Nou ja, H&M. 10 euro. Ja. Bij H&M, chill. En... Dat lijkt op die ene... Je had er eentje voor 40 gekocht en die is lelijk geworden. Ja. Deze. Hetzelfde in het licht. Wat mooi. Dit is beige, die andere gepast. Ja. Echt? Dan heb ik deze in de Primark, dat is eigenlijk niet nu gewoon aan, hè. Maar deze is uitgevoerd. Alweer? En nu is hij strak. Nee, die andere was dus niet dezelfde. Dus oh. En die is niet goed. Nee. Oh, hij heeft echt 3 dagen geleden een ander gekocht en die is niet goed. Goeie, kan ik niet tegen. 23 euro. Ja, is toch zonde voor 23 euro? Ja, ik vind deze zo stom, die heb je altijd. Nou, dat is dan maar feest bij jou. Zelfs op wintersport heeft hij gaten in zijn broek. Deze is in de zilver. Oh. 60 en 40. En die je nu aan hebt, heb je 60 voor betaald? Nou ja, misschien wel meer. Nee, meer ja. Nee, kan niet meer. Het is precies dezelfde. Hij is al 60 zijn. Wow, ik vind die zwarte heel mooi. Nou, het is niet precies dezelfde. Oh. Maar het is hetzelfde idee. Oh, die is niet van Zara die je nu aan hebt. Oké. Okay. Ja, je ziet er niet zo goed door het licht, maar ik vind hem heel mooi. Goede kwaliteit, hè? Is goed. Chill. Was dat het? Wil je nu even deze proeven? Gin tonic ijs. Met 4,5% alcohol. Is die alcohol in? Ja. Hoe kan dat nou? Proef je niet echt, hè? Hij is heel zoet-zuur, vind ik. Vind je het lekker? Wil je hem houden? Wou ik hem wel eigen? Nee. Ja, 1 keer 1 drankje mag wel. Ja. Willen jullie ook? Hoi. Mag hij het ook proeven? Dood. Je hebt heel vies hier aan lopen kouwen of zo. Ik heb even voortanden gedaan. Heel. Oké, nu komt mijn shoplog, ja? Nee, ik vind het leuk. Kijken. Kijk. Vind jij leuk, hè, als we dingen in huis halen? Oké, nu ben ik. Ik heb weer even inpakpapier gekocht. Dit is mijn lievelings inpakpapier. Die was op en deze. Allebei 2 euro. Deze 1,50 denk ik. Superleuk inpakpapier. Ik had het laatst ook op Insta laten zien. Een soort van holographic felroze. Heel leuk. Dan heb ik de pyjama die ik ook heb gekocht voor Rebecca. Ik had even geappt de beelden. Nee. Bobby. Hij was normaal 10. En 10 is ook niet duur, maar 5 is heel chill. Kijk hoe mooi de kleur. Heel mooi, ja. Kijk. Al mooi bij de borstkast staat hij. Dus ik appte er even. Ik dacht, als ze niet antwoordt, dan jammer dan, maar ze antwoorden. Of ik haar ook moest meenemen in een L. Hij zit niet meer in het lintje netjes, maar hij ziet er nog wel goed uit. Dan heb ik een heel leuk badstofbroekje gekocht voor 5 euro. Dit is zo'n slaapbroekje. Maar ik vind het ergens heel leuk dat hij van badstof is. Dan heb ik... Oh, dat is van de Action. We hebben dus nu het thema fietsenwinkel op school. Dus ik moest eventjes... En dan hoor ik dus dat Ruben het ook gewoon heeft. Wat gereedschap halen waar ze mee kunnen klussen. Bij de kruidvat heb ik dus even mijn nieuwe wenkbrauwpotlood gekocht. Die heb ik jullie laatst laten zien. Hij is dus maar 2 euro hè, van Essence. En hij is top. Ik heb hem in de kleur blond. En hij gaat veel langer mee dan er. Heel vaak gaan dit soort potloodjes maar heel kort mee. Doei. Het is echt een brow pomade. Het is echt een beetje waxachtig. En het blijft heel lang zitten. Als je het niet weghaalt met spul, zit het er eigenlijk ook daarna nog op als je zou willen. Daar heb ik er 2 van. En ik heb ook een ander. Dat is ook 2 euro. Dat is een Made Me Brow Eyebrow Powder. En ik dacht dat is wel... Oh, deze is gebruikt. Dat vind ik altijd erg jammer. Dan kan je ook nog poeder op een stokje doen. Er kwam best wel wat kleur af op zich. Ik dacht misschien is dat... Ja, zie je? Gaat scheef. Ik zie dat er wel kleur af komt. Misschien is dat een mooie combi. Maar die tint is best wel goed voor mij. Ik heb van mezelf hele donkere haartjes. Dus ik moet een niet te donker wenkbrauwpotlood hebben. Dan heb ik hele leuke ringetjes oorbellen. Ik vind kleine ringen nooit heel leuk staan. Vergelijk met grote. Maar ik vond deze wel heel mooi. Voor 2 euro. Echt. Kijk hoe mooi. Dus die wilde ik heel graag proberen. Ik had een superleuke kleine sieraadjes weer. Ik heb deze oorbelletjes voor 1,50 gekocht. Ik merk dat ik zo blij ben met mijn Primark sieraden. Ik raak best wel snel wat kwijt. Als ik het kwijtraak word ik niet gek. Maar ik heb nog steeds zoveel plezier van sieraden die ik al jaren heb. En nog steeds krijg ik echt vragen van waar komt die vandaan? En dan is hij gewoon van de Primark. Ook voor 2 euro dit kettingtje. Heel leuk trouwens, mocht je niet zoveel geld hebben en je wil cadeautjes geven aan vriendinnen. En je wilt toch echt wat leuks geven. Kijken hoe mooi dit eruit ziet. En wat ik wel leuk vind, ik ben dan altijd misschien een beetje too much meteen. Maar Rebecca en ik hadden het erover dat we echt zo hoopten dat we eindelijk een soort van een goede match qua vriendschap hadden gevonden bij elkaar. En ik vond deze ket ook gewoon heel leuk. Maar ik dacht, aangezien ik haar toch al die pyjama ga geven, heb ik er voor haar ook eentje bij gekocht. Want ik vond het wel gewoon heel erg schattig. Zo'n symbooltje van 2 puzzelstukjes. En nog voor mezelf ook deze.
Een olifantje vind ik altijd heel mooi. Ik vind hem heel gaaf omdat hij een soort van 3D is. En super cheap. Maar kijk hoe leuk die boodschappen die erop staan. Ik heb een Harry Potter shirt. Maar ik vind ze altijd een beetje te kinderachtig en deze niet. Hij is 8 euro. Ik heb hem niet gepast. Maar dat is deze. Ook vind ik hem heel leuk. Ik hou echt van die kleuren. Dan een shirtje wat ik laatst ook heb laten zien, denk ik. Die heb ik aan op mijn Instagram post van L'Occitane met die spray. Zo'n off-shoulder topje heb ik laten zien. Toen zei ik nog, ik draag dat heel veel. Deze is 5. Ik zag hem in het groen. Dat is mijn lievelingskleur. Dus heerlijk voor de zomer. Vind ik echt heel erg leuk. En heel erg leuk voor 3 euro weer 2 haarbandjes. Ik heb best wel veel, maar die zijn echt van zo'n harde stof en wat grover. En deze zijn van zo'n heel mooi soort oma satijn shell stofje. En dat vind ik wat subtieler en hij is best wel klein. Zo kan ik die leuk zo in mijn haar doen. Of ik had laatst ook in die Biore video had ik die panter gewoon zo andersom gedragen. Mijn geheugen is vol. Doei! Dit is het slaapbroekje. Die vind ik wel echt super schattig. Kijk, het is echt een heel cute stofje. Oké, de top zit super leuk, maar dat had ik al verwacht. Ik proef heel veel ananas. Ik was even vergeten dat ik niet van ananas hou. Van ananassap. Het smaakt heel erg naar ananas. En de rest kan ik niet heel goed proeven. Heel erg limoen, citroen. En ik proef geen venkel, maar het is gewoon prima hoor. Maar niet dat ik zeg, go get it. Ik heb even snel wat eten gemaakt, wat wel gezond is, maar lekker makkelijk. Broodje falafel, maar dan in plaats van falafel groenteballetjes. En ik heb ze eventjes gehalveerd. Ziet er daardoor iets minder lekker uit, maar dan past het veel makkelijker in het broodje. Met volkoren pita van Aldi. Super chill. En veldsla met tomaat, komkommer, een beetje olijfolie, zout, peper en feta. En hier ras el hanou hummus. En yoghurtsaus. Niet dat het lekker smaakt, maar die groenteballetjes zijn wel een tip. Want die zijn echt veel zachter dan die falafel. En die falafel is altijd zo hard dat het broodje een beetje stuk maakt. En wij gaan lekker eten. Echt heel lekker. Kijk, dit is gewoon puur gekeken naar wat ik in de koelkast had een beetje samengevoegd. Gewoon zelf bedacht. Maar de combi van deze smaak is super lekker. Dus je zou het echt eens een keer moeten proberen. Of die feta erbij is chill. Nieuwe Love Island. Ik hoop zo dat er veel afleveringen op staan. Nou, nah, maar 1. Oh, jammer hè? Vanaf nu, elke dag. Echt? Het is lekker hè? Ja. Ik vind het ook wel lekker. Mijn harde schijf het opruimen. Ik kom er ineens achter dat ik deze video dus nooit geplaatst heb. Want ik vond mezelf heel lelijk. En heel wit. Vooral echt van Coca-Cola. Hier was hij nog niet gewend om te filmen. En ons hele huis was anders. We hadden geen katten, we hadden foyeren. Wat is Pepsi? Oké, nou ik ga voor... Proef je suikerbrontjes of proef je aspartaan? Maar ik wil het echt serieus. Nee, niet doen. Nee, ik doe het niet. Goedemorgen allemaal. Ik heb weer even hetzelfde als gisteren aan. Lekker makkelijk. Het zonnetje schijnt, maar de gevoelstemperatuur, hoorde ik, is min 10. Dus ik heb wel gewoon lekker een trui aan. Alleen hier zit al gaatjes in, dus het is niet heel warm, maar zo prima. Vandaag ga ik dus weer beginnen met mijn sapjes. Want ja, in het weekend is het met verleidingen vind ik het gewoon moeilijk. Ik wil ook gewoon leuke dingen kunnen doen. En op mijn werk is het heel makkelijk, omdat je geen verleidingen hebt. En dan heb ik dit mee. Er liggen nog 2 oranje sapjes op mijn werk. Dus ik heb dan, ik denk dat ik 3 sapjes ga drinken. En ik heb een appel en een banaan. Ik leg altijd voor zekerheid nog een banaan. Voor het geval dat ik echt helemaal iets belangrijks heb en honger zou hebben. Maar ik denk het niet. Dus 3 sapjes appel en banaan. En dit zet ik neer zodat ik het scheutje hiervan in mijn koffie kan doen. Dan is dit gewoon mijn hele basic outfit. En dan ga ik nu naar mijn werk. Doei. Ik dacht dus dat ik oranje sapjes op school had liggen. Maar ik had dus 2 groene liggen. Dus ik dacht, ik neem expres de minst lekkere groene mee vandaag. En ik heb 2 lekkere oranje liggen, want die oranje zijn lekkerder. Ik heb nu bleekselderij, appel, spinazie, passievrucht, gember, komkommer, limoen. Dus deze is echt wel... Nee, dat is niet de heftigste. Er is eentje met broek. Er zijn volgens mij 3 groene. Ik ben even begonnen met een kopje koffie. Want ik heb het gewoon echt nodig vandaag. Een heel klein beetje mandelmelk, echt een klein beetje. Maar ik drink het alleen als ik echt moe ben. En dan ga ik beginnen met mijn eerste sapje. Oké, het is nu 8:10. Om 8 uur moet ik mijn eerste sapje drinken. So, let's go. Oh ja, deze is echt prima te doen. Deze is een beetje zuurig, een beetje waterig door de komkommer. Er zit geen heftige groente in. Bleekselderij kan misschien een beetje heftig zijn. Maar komkommer, limoen, gember, spinazie, passievrucht. Dit is wel een chill groen sapje. Ik ga deze opdrinken en dan komen de kinderen en dan... In de kleine pauze is dan... Ik doe zeg maar een kwartiertje later, want dat is bij ons 15:45. Dus dan heb ik mijn 2e sapje. En om 9 uur drink ik water. Maar ik probeer gewoon weer zo water te drinken. Zo, hallo jongens. Ik zit even in de auto. Ik ben net aan mijn werk. Ik zag net, ik heb geen honger. Dat klopt. Zou ik even zeggen dat ik wel heel erg... ik ben heel moe van mezelf al. Maar je voelt wel dat je geen energie dus uit je eten haalt. Maar ik heb het vooral heel koud. Dus ik moet me wel echt warmer gaan aankleden. En verder is het best wel makkelijk. Want ik wil geen verleiding hebben op mijn werk. Dus dat is wel chill.
En ik vind het wel chill dat ik kan uitkijken naar avondeten. En ik weet uit ervaring dat het wel, dat ik toen wel was afgevallen toen ik dat een keer mijn shakes had gedaan. Ook al had ik s'avonds gewoon normaal, wel gezond, maar wel normaal, dus niet heel weinig. Dus ik ben heel benieuwd hoe het gaat. Je hebt toch minder calorieën op een dag. Het voelt bijna een beetje als een soort van Ramadan. Waarschijnlijk mensen die Ramadan doen denken nu echt niet, maar snap je? Je voelt alsof je bijna niks eet overdag. Bij Ramadan mag je helemaal niks eten. Dat is natuurlijk veel heftiger. Maar dat je s'avonds wel mag eten. Hè? Dan eet ik weer niet heel erg veel. Wat je bij Ramadan wel doet. Dus. Maar ik heb het dus heel koud. En het is ook heel koud vandaag. Dus het is denk ik wel sowieso chills om te doen in de zomer. Of als het warm is. Zoals vorige week. En nu helaas niet. Dus goed, dat wil ik nog even zeggen. Ook heel fijn vind ik dat ik niet hoef na te denken over het eten dat ik meeneem. Want als je dus op je werk eten kunt halen of weg kunt. Is het altijd heel makkelijk. Maar ik kan niet weg op mijn werk. Dus ik moet altijd eten bij me hebben. En ik had vaak die stress van oh, crackers zijn op, of mijn tomaten of mijn bananen, wat dan ook zijn op, ik heb geen eten. Nu liggen gewoon al die sapjes in mijn koelkast. En het scheelt ook heel veel geld. Kijk, een sapkeur kost geld, maar ik ging continu naar de supermarkt. Bijna elke dag na mijn werk had ik wel weer wat nodig. En dat koop ik nu allemaal niet, want die groenten en fruit zijn ook duur. Dus ik vind het wel heel erg chill, dat ik op deze manier alleen naar mijn avondeten hoef te denken. Ik hou ervan als ik thuis kom en ik voel me niet zo heel lekker. En Ruben is vet vrolijk. Hij heeft, hij is vet. Ik ben een aardige bui dat hij alles doet wat ik vraag. Want ik wilde een Instagram foto maken waar ik al heel lang tegenop zag met allemaal producten. En hij heeft het voor me gemaakt. En toen zei ik, ik wil kokosnoot. Dus toen ging ik meteen opensnijden. Dat vind ik echt chill. Kijk, dit is al de kokosnoot. Dus nu kan je hem gewoon breken. Dan kan je hem uithollen. Oh, het ziet er echt vet mooi uit. Hij is heel lekker. Deze kreeg ik dus om een Instagram foto mee te maken. En nu gaan we hem eten. Dit is zo grappig. Je mag dus posters uitzoeken op Decenio. Voor 300 euro, wat echt heel veel is. Maar ik ben echt al zo lang aan het kijken en ik weet gewoon niet wat ik moet doen. Er is zoveel keus, zoveel maten, zoveel kleuren. Dat is voor mij echt een hel, want ik kan echt niet kiezen. Ik denk dat ik voor zwart-wit wil gaan, maar ik vind gouden lijst ook wel mooi. Maar ik weet niet of dat mooi is. Het gaat alle vloeken bij de kleur. Goud. Gouden lijst. Ik denk zwart-wit en goud. Goud? Wanneer is goud in huis? Jij wil niet overleggen. Hout, dus ja, ik vroeg aan Ruben om mee te kijken, maar hij wil niet, dus. Oké, het is echt een drama om te kiezen, maar uiteindelijk als je het hebt, ga je heel blij zijn. We hebben best wel wat posters dubbel, ik vind het zonde om al die lijsten te kopen, maar dit hebben we. Even snel. Iedereen wil een kitten als hij dit ziet. Liefje. Wie? Goedemorgen. Ik bedenk me net dat ik gisteren nog zei dat ik het koud heb en dat ik het warmer zou moeten trekken. Dat is niet zo slim. Maar het is nu 8:10 en ik ga mijn rice sapje drinken. Fuse. Bleekzijde, selderij, komkommer, appel, rode biet, wortel, limoen. Ik hou echt niet van rode biet in sap. Ja, deze valt heel erg mee. Ja, deze is gewoon weer prima te doen. Heel fijn. Ik spreek jullie later. Doei. Oh, ik ben thuis. Wow, ik ben wit. Oh, ik ben ooit zo wit gezien. Ik ben ook niet naar zonnebank geweest hoor. Maar ook omdat ik echt moe ben. Ik stort helemaal in. Ik moet zeggen dat ik het toch wel heel erg zwaar vind op mijn werk. Ik heb het gewoon ijskoud. En ik weet niet of het de beste plek is. Kijk, afleiding en zo is het goed. Maar zoals die dag van de kapper heb ik ook alleen maar sap gedronken. En had ik nergens last van. En hier, ik ben wel heel erg op. Ik kon echt niet meer gewoon. Ik viel echt in slaap. Hallo jongens, even een update. Wow. Ik zie er niet zo mooi uit. Maar ik heb dus een ei gegeten vandaag. En dat heeft zo erg gewerkt. Ik heb het echt minder koud. Ik ben veel minder moe. Dus dat stopt. Dus dat ga ik de andere 2 dagen ook doen. Hallo jongens, ik kom net thuis. Ik heb een heel leuk pakketje. Want ik heb dus nog nooit iets van NARS geprobeerd. Maar ik wist wel NARS Orgasm en NARS Albatross en zo.
dat het hele mooie highlights er zijn. Sorry, ik hou mijn jas op. Yay! Oh. Waarom is dure make-up altijd zoveel zwaarder? Dat is die. Ik krijg van Bobbi Brown. Het voelt zo luxe. Verandering van gloed. Oh, je hebt hele mooie. Ik hoopte dus. Ik had zeg maar gezegd dat ik heel benieuwd was naar. Niet per se naar die, want ik heb heel veel zilveren highlighters, maar naar die andere. Dit zijn dus de kleurtjes die je hebt. Ik ben heel benieuwd. Oh, ik zie al Albatross. Dus ik heb wel die witte gekregen. Maar volgens mij is dat echt de meest famous versie. En hij is goud. Dus hij is niet zilver. En Fort de France. France. Fort de France. Oeh. Even goed licht. Ik vind het zo leuk, want ik gun mezelf nooit dure make-up. En nu mag ik het ontvangen. Het is heel grappig, want als je me zo ziet, lijkt het bijna gewoon een hele simpele translucent powder. Wat ik fijn vind, is dat de shimmer heel fijn is. Want daar hou ik van. Kijk, het is niet dat je echt glitter erin ziet zitten. Maar je moet het echt, want ik pak even kwast. Ik zie het niet zo goed. Het verbaast me een beetje. Kijk, er komt best wel veel poeder af. Is hij heel natuurlijk of zo? Ik ben echt gewend dat je meteen boom, heel veel glitter op je hoofd hebt. Zien jullie het? Ik wil niet zeggen dat het me tegenvalt, maar kijk, ook als ik er nu overheen ga, komt er niet heel veel af. Ik wilde echt heel enthousiast zijn. Maar misschien is dat wel dit ding hoor, van dat het dus heel natuurlijk is juist. Dat weet ik niet, ik ben wel heel benieuwd naar die ander. Champagne kleur. Kijk, daar is ook maar minimaal. Waarom is dat? Het lijkt wel bijna gewoon een gezichtspoeder. Met een shimmer. Dit zou je bijna over je hele gezicht kunnen doen, het is niet heftig. Kijk, zie je? Ik vind het eigenlijk wel heel mooi. Het bevalt me wel, maar ik had dus echt boom verwacht. Omdat ik dat altijd hoor ofzo van iedereen. Kijk, je ziet het wel. Persoonlijk vind ik dit mooier dan Mary Luminizer. Want Mary Luminizer zegt boom en ik hou weer van dit. Maar ik had het niet verwacht. Het zijn wel de highlighters, toch? Highlighter powders. Zijn dat misschien... Is dat misschien anders? Nou, waarschijnlijk denkt het bureau die dit nu ziet echt Charlotte. Lees de pers... Het is wat ik dus nu zeg, is een stop voor het bedrijf. Want ik zeg dus exact wat hier staat. Introduceert de highlighting powder op basis van NARS exclusieve Seamless Glow Technology. De innovatieve formule, verkrijgbaar in 6 tinten, combineert microsferische poeder en paramoordeeltjes die het licht reflecteren en direct als een tweede huid versmelten om je natuurlijke glow te versterken. Zie je? Wow, dus dit is precies wat ik moet doen. Dus dan ben ik mega enthousiast. Ik denk al. Dankzij de zijdezachte lichtgewicht textuur is de poeder makkelijk te blenden om de stralende gloed naar wens op te bouwen. Van subtiel verhelderend tot sterke highlight zonder glitterdeeltjes. Exact wat ik zei. Enkel een stralende gloed. Dus het is wel. Dus je kunt het denk ik wel over je hele gezicht doen. Voor die mooie shine in de zomer ook. Oh, dus nu ben ik heel enthousiast. Sorry dat ik er niet heb ingelezen. Maar ergens vind ik het heel grappig. Want het betekent dat dit product dus echt is wat het belooft. Want ik beschrijf exact wat hier staat. En dat heb ik bijna nooit. Oké, heel erg bedankt. Mooi. Ik ben nu echt heel enthousiast. Oké, top. Love it. Yay. Deze zijn echt mega mooi. En even vanaf 1 april 2018 te koop bij de Bijenkorf. Online en in de winkels. Ik vind het een geweldig product. Ik kan niet wachten om er echt mee te gaan spelen. Love it. Deze heb ik van mijn kinderen gekregen. Bedankt jongens. Kijk hoe mooi die is geworden. Hallo, ik zit even aan mijn sappie. Het gaat prima met die eitjes. Echt top. En nu ga ik naar repetities van een bonte avond. En daarna is de bonte avond, zeg maar. Dus ik ben laat thuis, maar ik heb er wel zin in. Doei. Ik kom tussendoor even naar huis, daar kom ik even een leuke outfit aan doen. Ik ga nu naar de optredens. Het was bij de generaal, het was echt super leuk. Dus doei. Ik weer thuis, lekker kleren uit. Het was echt zo leuk. Ik vind het zo... Het eerste keer dat ik mijn kinderen echt buiten school om... Echt buiten... Ja, we hebben wel een keer een uitje naar de bakker gehad of zo. Maar even buiten school om zie je. Dus dat is zo leuk. En ik leef helemaal mee met de kinderen van mijn klas. En... Ze deden het zo goed en het is zo leuk om je andere kinderen te zien die komen kijken. En ik moest een beetje regelen dat iedereen goed het podium op ging en zo. Dus ik vond het echt wel leuk. Gewoon lekker zo in het publiek gezeten en zo. Superleuk. Dus ik ben heel vrolijk. Ik ben echt heel moe. Morgen hebben we weer een studiedag. Dus iets later beginnen. Half uurtje later. Dus dat is wel lekker. En ja, dat was het. Oh, ik heb echt niks gefilmd. Ik had een hele goede studiedag.
ben zo moe. Ik ga lekker tv kijken. En mijn eten is salade caprese. Mega lekker. En broccoli soep. Doei. Helemaal stuk. Er is een vlieg in de kamer. En ze kunnen er niet bij. Dus Ruben is Noah nu al heel lang aan het optillen. Wow. Ja, Bobby is echt mega getalenteerd. Bobby is het beste. Ja, Bobby heeft ze altijd. En Noah niet. Dat is juist zo zielig. Kan je straks weer Noah optillen? Nee, ik gun hem Noah. Bobby is al de verwende kant. Nee, doe eerst, want het is zielig. Schat, want hij heeft hem meteen. Oh. Heeft hij hem? Nee. Oh, je kan de vlieg ook echt zien op beeld. Hij heeft hem. Zweet je, hij heeft hem. Is hij op de grond gevallen? Kijk. Ja, Bobby heeft ze altijd. Oh, dat vind ik zielig voor Noah. Bobby, Noah mag ook. Snel mag hij vliegen. Ja, Bobby heeft hem weer. Ja, Noah is hier gewoon niet zo goed in. Ja, Bobby heeft hem. Heeft Noah hem nu? Ja. Oh, ja, maar Noah eet hem op. Ja, maar uiteindelijk domineert Noah altijd. Bobby heeft hem. Hij heeft het goed gedaan. Goed zo, Bobby. Oké, jongens, ik ga de weekvlog afsluiten. Hij is weer heel erg lang. Laat even weten of je dat leuk vindt. Tot volgende weekvlog. En die wordt heel erg leuk, want ik zit al in die week. En het is echt heel leuk.